Hallo meiden, het is ook weer tijd voor favorieten. Ik heb mijn camera vast, want hij is aan het opladen. Het is een beetje moeilijk. Misschien dat het eventjes zonder gaat. Ja, we zullen het zo even proberen. Dan gaan we weer verder. En ik heb mijn favoriete producten in dit toiletzakje verzameld. Heel toepasselijk, waarop staat Where the Magic Happens. Ik heb deze ooit gekregen van Birchbox. Wat zit hierin? Hierin zit het sterproduct van de voorbije maand. Voorbij is kerst en nieuwjaar, feestdagen, glitter all the way. Dus ik besloot deze vaak te gaan gebruiken. Ik heb deze nu ook op. Klein beetje als highlighter, maar vooral als oogschaduw. En dit is de Fenty Highlighter in de kleur Trophy Wife. Dit is gewoon een houden glitter highlighter. Heel erg mooi. Laten we nog even bij de highlighters blijven. Een andere highlighter die ik deze maand heel vaak gebruikt heb, is deze. Ik heb er dan ook een serieuze pen al in bereikt. En dat is deze van Makeup Academy Undress Your Skin. En hier staat geen kleur bij, omdat dat toen de enige kleur was die beschikbaar was van deze reeks. Laat ons maar zeggen, maar ondertussen is de reeks al serieus uitgebreid. Maar ik heb het dus over de Rose Peachy highlighter. Het is een heel lichte, coole highlighter met een lichtroze ondertoon. Laten we nog even bij de gelaatsproducten blijven. Het poeder die ik deze maand heel vaak gebruikt heb is deze. Die is van Yves Rocher. Het is een glansverpakking, dus ik ga hem niet rechtstreeks houden, want dan ga je verblind worden. Maar het is deze. Die komt uit de kerstcollectie van vorig jaar. Maar het is eigenlijk gewoon een transparante poeder die je gezicht doet opleven. En ik vind het gewoon gemakkelijk om deze te gaan gebruiken. En ik heb natuurlijk ook een blush gebruikt. En de blush die ik deze maand heel vaak gebruikt heb, herkennen jullie al. Dat is deze. Deze is van Elf. Maar het is een dupe van de welbekende Rose Gold Highlighter van Milani, denk ik. En dit is de Candid Coral Blush van Elf. Dat is deze. En voor de ogen wou ik eigenlijk niet veel doen deze maand. Dus zoals ik al zei, ik heb die highlighter erop gedaan. En dan natuurlijk eyeliner en mascara. De eyeliner die ik gebruikte is Aitre Belle Permanent Highlighter. Dat is deze. Het is gewoon een pen highlighter met een tamelijk fijn stiftje. En deze mascara van Yves Rocher uit de Sexy Pulp Line. Dit is de Noir Extreme Mascara. Geeft gewoon een mooi volume aan mijn wimpers. Nu niet om te zeggen van wow. Maar ik heb deze nu ook op. Dus nu met twee laagjes. Dus je ziet eigenlijk het effect van deze mascara. En dan de lipkleur die ik heel vaak gebruikt heb deze maand is deze. Dit is van Bourjois uit de Rouge Edition Velvet Line. Je hebt de lipsticklijn, maar je hebt ook de liquid lipsticklijn. Dit is de liquid lipsticklijn. Is ook wat ik vandaag op heb. En dit is de kleur 08 Grand Cru. Het is een vrij droge materie om aan te brengen. Waardoor je het vrij mooi en precies kunt aanbrengen met de applicator. Zonder een extra kwastje te moeten gaan gebruiken. En de kwasten die ik deze maand heel vaak en heel graag gebruikt heb, zijn deze. Ik weet niet of jullie deze herkennen. Deze zijn van Barbara Hoffman. Die zijn of waren te koop bij de Diek. Ik ga ervan uit dat die daar nog steeds te koop waren of zijn. En het is deze schuin afgesneden en kwast en deze poederkwast zijn super zacht. Druk ik heel graag all over the face en voor de highlighter. Dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Ik wil jullie alvast hartelijk bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!